Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond zetten erop in dat elke voetballer, jongen of meisje, maximale ontwikkelingskansen krijgt. En daarnaast ook maximaal spelplezier kan ontwikkelen. Nu, voetbal is een fysieke sport waarbij gestalte, lengte en gewicht een rol spelen. Daarom hebben we onze nationale futuresploegen waar goede voetballers, maar laatmature kinderen, terecht kunnen om interlands te spelen. Daarnaast bieden we ook aan kinderen de mogelijkheid om in een leeftijdscategorie lager dan de hunne te spelen. Deze film toont de procedure hoe je aan zo'n getuigschrift voor medische afwijking van leeftijdscategorie kan komen. Het is volgens ons belangrijk dat kinderen in de juiste leeftijdscategorie kunnen spelen en ook binnen hun mogelijkheden. Het is vandaar dat Voetbal Vlaanderen en de KBVB modulen hebben ontwikkeld om dit mogelijk te maken. En dit onderzoek, het is belangrijk dat dit onderzoek gebeurt door artsen, omdat het uiteindelijk gaat over medische afwijking. Dus moest u denken dat uw kind in aanmerking komt om in een leeftijdscategorie lager te spelen, is het zeer belangrijk dat u daar de juiste stappen voor uitvoert. Dat begint met een vragenlijst in te vullen. Die vragenlijst kan u vinden op www.sportkeuring.be. Het is de bedoeling dat u dit samen met uw kind invult thuis. Deze vragenlijst is zeer makkelijk te vinden op internet. Het duurt maar 5 minuutjes om deze in te vullen en het geeft de arts heel wat informatie om het juiste onderzoek uit te voeren. Als u deze vragenlijst invult, hebt u zeker het identiteitskaart nodig van uw kind, omdat we het Rijksregisternummer nodig hebben, om ook in te vullen op het einde van de vragenlijst. De vragenlijst behelst een tal van verschillende vragen. Het gaat over de algemene gezondheid van uw kind, de voorgeschiedenis van uw kind en een aantal andere relevante vragen. Op het einde van de vragenlijst wordt gevraagd naar wie u die vragenlijst wilt sturen. En dit kan u doen aan de hand van een heel overzichtelijke Google Map, dat u een arts van uw keuze kan aanduiden die best ook in uw buurt woont. We hebben ongeveer 200 artsen die dit onderzoek kunnen uitvoeren. Dus u zal zeker iemand vinden die bij u in de buurt woont om een afspraak bij te maken. Niet alle artsen of sportartsen voeren dit onderzoek uit. Het is zeer belangrijk dat u via de website www.sportkeuring.be de module medische afwijking Voetbal Vlaanderen aanduidt. En dan komt u automatisch bij de juiste artsen terecht. De meest voorkomende redenen voor een aanvraag voor leeftijdsafwijking zijn voornamelijk een achterstand in groei. Als u denkt dat uw kind aanzienlijk kleiner is dan zijn leeftijdsgenoten, is het nuttig om dit aan te vragen, om een medische afwijking te bekomen. Een andere belangrijke reden is een maturiteitsachterstand. Als u denkt dat uw kind toch laat matuur is, kan het nuttig zijn om ook deze aanvraag te doen. Een derde belangrijke reden kan een volledig andere medische reden zijn, maar daarvoor hebt u wel een uitgebreid medisch verslag nodig van een andere arts dat u zeker moet meebrengen naar het onderzoek. Eens Voetbal Vlaanderen en de Koninklijke Belgische Voetbalbond het digitale attest van de arts ontvangen, volgen wij dit administratief verder op. De gerechtelijke correspondent van de club ontvangt een attest en de speler wordt ingeboekt op IKIKOF. Dit betekent dat zijn naam groen zal kleuren op het digitale wedstrijdformulier en dat de speler de wedstrijd kan aanvatten.